waarom zie je eigenlijk de tap toe? Waarom niet? Dat is een betere vraag. Dat is gewoon elk jaar. Dat is vaste prik. Op zaterdagavond tap toe. Ja, zijn we mooi klaar mee dan? Hoezo? Is toch hartstikke leuk? Heb je dat al eens gezien? Ja, we hebben niks te drinken. Heb je dorst? Omdat het gewoon traditie is dat het ieder jaar hier gehouden wordt. En dat het hier iedereen heel geweldig vindt. Dat het tap toe is? Dat het tap toe heel geweldig is hier in Kaatsheuvelen. Dat is gewoon een geval apart hier. Iets supers. Ik heb geen idee. Wij komen optreden met de gehandicapten drum en om tap toe te openen. Dus. Maar ik zou niet weten waarom dat precies nu is. Waarom is hier de tap toe? Ja, waarom is hier de tap toe? Dit is gewoon een begrip in Kaatsheuvel. Dat is al dat te maken met het Pleinfestival. Dat zou ik niet weten. Ik geloof dat hier de pleinfeesten zijn, maar verder weet ik het niet. We komen hier al een paar jaar achter, maar ja, jubileum. Dat ja, moet me maar helpen. Ja? Ja, het staat er ook op, hè. Jubileum tap toe. Ook dan nog. Dus het gebeurt hier wel vaker. Ja. Nou, ik wil eventjes laten zien dat ik geen onzin vertel. Want hier met dit programma, gewoon ongelooflijk, hier staat hij. Dit is de bar. En kijk maar even. Gewoon tap toe, hè. Gewoon geen bier te krijgen. Geen bediening. Helemaal niks. Wat vindt u nou van deze muziek? Ik vind het heerlijk om naar te luisteren, om naar te kijken. Ik geniet ervan. Ja? Ja, echt. Het is niet zo dat u volgend jaar genomineerd wordt voor de Gouden Pinocchio, om dit te zeggen. Nee, zeker niet. Nee? Zeker niet. Ik vind het gewoon heel erg mooi. Ik vind het ook heel bijzonder dat ze hebben net een korps gezien met hele jeugdige deelnemers. Dat het leeft dus ook onder de jeugd om dit weer te gaan doen en om muzikaal met elkaar bezig te zijn. Ik vind het gewoon heel mooi. Luistert u hier thuis ook naar? Ik luister thuis vaak bijvoorbeeld naar klassieke muziek, maar brassband ook wel. Maar ook andere dingen. Ik vind Bruce Springsteen ook wel leuk om naar te luisteren. Om maar eens iemand te noemen. Ja, 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 ja. Maar wat vindt u specifiek nou zo mooi aan zo'n tap toe? Wat hier heel mooi aan is, dat is wel lastig met dat op de achtergrond. Wat hier heel mooi aan is, is dat amateurmuziek op zo'n podium gezet wordt. Daar hele enthousiaste mensen hun als enthousiasme laten zien. De muziek dichter bij de mensen brengen, dat is mooi aan taptoe-muziek. En kijk, heel militaire taptoe, daar ben ik niet zo'n voorstander van, maar van die een beetje die show-taptoe, dat vind ik mooi. Leuk. Ik ben gewoon echt helemaal een leuke dit soort korpsen. Waar moet ik nou op letten? Waar moet je op letten? Op de muziek, op de show, de arrangementen, de choreografie. En ja, daar staat meestal een heel team achter die daarvoor zorgen. Dus en er wordt echt elke week, soms twee keer in de week, heel strak geoefend. Want het laatste korps wat wij hebben, nou, dat lijkt bijna militaire dienst. Zo echt, ja, heel strak. En dat moet ook wel. Ze spelen bijna allemaal zonder muziek, dus het is allemaal uit hun hoofd. Dus er moet heel wat geoefend worden. Hoezo? Ze hebben toch allemaal zo'n papiertje voor de gesnufferd? Nee hoor, deze niet. Heel lang. Oh ja, deze, maar die andere toch wel? Nee, er was er net ook eentje, die kleintjes ook. Helemaal zonder muziek daarvoor, ja. Ik zag iemand met zo'n kleppertje. Ja, dat was bij de vorige, dat klopt. Ja. Ja. Ja, maar ze kunnen het ook zonder, zie je wel. Oké. Ja.
Ja, het trekt een bepaald soort mensen. Het is amusement die niet iedereen leuk vindt. Nee. Ja, voor ons is het super. Ah, je moet ervan houden. Het is net spruitjes. Je moet ervan houden. Ja, net bloemkool. Ja, ja en bloemkool. Ja. Pasveer en van Antonius. Maar waar ik toch eigenlijk een beetje nieuwsgierig naar ben, is hoe zou het met onze Guus zijn? Zullen we nog even gaan kijken? Dames en heren, tot ziens! Heel de dag bezig, hij was net elke keer weg. Nou willen we Guus zien. Nou, dan heb je nou toch pech, want hij ligt nou even te slapen. En dan zeggen wij, dat hebben wij weer. Nou, hey, als jullie moeten echt hier naartoe komen en dit goede doel steunen voor Guus. Je hebt nog 3 weken de tijd om hier in het centrum van Moerengestel gewoon aan te komen moedigen. En nou, Guus ligt slapen, gaan we ook eventjes doen, want morgen staat er nog veel op programma. Wel te rusten.